zodra hij buiten komt, wil ik onmiddellijk een close-up van zijn gezicht. Hè. Oh. Apart, zei jij? Ik had u zo vroeg nog niet verwacht. Ik dacht dat het weer een journalist was. Ja, maar ik ben een journalist. Ja, maar voor mij zo niet, hè. Kom binnen, jong. Ja, je komt juist op tijd, want ik ging ontbijten. Ga maar zitten, Paul. Oh, ik wist niet dat jij als topsporter de Italiaanse keuken kon appreciëren. Ravioli, spaghetti, bolognese, frutti di mare, quattro stagioni en zo. Daar kan je mij altijd mee verleiden. Ja, maar ik niet, want ik mag dat eigenlijk niet. Maar ja, dat is voor mijn koolhydraat, nee. Johan, persoonlijk vind ik het wel een beetje te droog. Heb je niets voor erop? Een beetje saus of een beetje parmezaanse kaas of zo? Kan je wel een pakketje geven als je dat graag hebt? Hier. Je moet dat allemaal hebben. Dank je wel. Johan, met dat hoge verbruik aan koolhydraten in je lichaam veronderstel ik dat je de hele dag niets anders eet dan Italiaanse pastas en zo? Dat gaat niet, hè. Zo gaan ze dan spaghetti eten op de villa. Maar zeg, moet je eens even te drinken. Hier. Dankjewel. Ja, nog een geluk dat de spaghetti niet op de lijst van de verboden producten staat. Was dat voor te lachen bedoeld? Ja, nu ik erover nadenk, eigenlijk niet, nee. Voilà. Ik denk dat ik genoeg koolhydraten in mijn leven heb om 150 kilometer te gaan afmalen. Zeg, Johan, heb ik niet te veel tomatensaus in mijn baard hangen? Baard ziet er proper uit, maar het is wel alleen dat je het bergklassement gewonnen hebt. Het is lekker of dat je bolkens eraan hebt. Zeg maar in. Zeg maar in, kan je loslaten, nee? Was op van dat of nee? Alles goed? Ja, maar ja, alles is veel gezegd, maar we zijn toch te beter nu. We zijn niet klaar. Jongens, mag ik even passeren? Ik was hier wel eerst, zeg. Even rusten. Voilà. Paul, kom even rusten, jong. Zet je maar neer, kom. Ik blijf liever recht staan. Ik zit al de hele tijd. Johannes, ik heb toch nog één belangrijke vraag. Denk je in de volgende uitgave van de Ronde van Vlaanderen, denk je dan weer vooraan te kunnen eindigen? Is die fysieker terug, zeg maar? Wel, ja. Volt is schoon geweest. Ik ben zo gestopt. Stoppen op het... Op het hoogtepunt van je carrière. Ja, maar ja, niet stoppen met mijn carrière, hè. Stoppen met het interview, bedoel ik. Dan komen ze weer weg. Kom aan, we zijn er door, hè. Ja, we zijn weg, hè. Ja, kom aan. Ja, jongens, even wacht eens even, jongens. Wacht even, ik ben hier totaal onbekend. Excuseer, Paul Stampers, magistraat, ik ben op zoek naar Johan Museeuw. Heeft u die ergens gezien hier? Museeuw? Museeuw, ja. Museeuw. Johan Museeuw? Johan Museeuw, ja. Ja, die is daar ergens aan het trein hier.
aan de rechterkant daar en dan naar links. Ging daar, verder? Daar is hij aan het fietsen. Oké, dan vind ik hem wel. Hartelijk bedankt, meneer. Tot ziens.